In de 10-daagse opleiding wandelcoachen als professie, daar adviseren wij om aan intervisie te doen met je mededeelnemers. En dit is om jouw eigen unieke manier te gaan ontwikkelen als coach. Door die reflectie van jouw collega wandelcoaches, kun jij beter gaan kijken wat jouw authentieke manier is. En hoe jij dingen doet en waar je vastloopt. Ik hoorde vorige week toevallig nog een voorbeeld van een deelnemer die had bij haar collega wandelcoaches, had zij haar casus ingebracht waar zij in vastgelopen was. En haar collega's hadden allerlei hele goede tips waar zij er een aantal van is gaan inzetten. Zo kun je dus heel veel leren en je vaardigheden verdiepen, uitbreiden door intervisie met elkaar te doen. En wij vinden het heel belangrijk dat jij jouw authentieke manier van wandelcoaching gaat neerzetten. Want je krijgt van alles aangeleerd in de opleiding aan technieken, aan allerlei natuurlijke werkvormen. Maar het is zo belangrijk dat je dat zelf gaat ervaren, hoe dat voor jou het beste werkt. En dat je dan ook nog je eigen shootje eroverheen doet, zodat het een authentieke manier van wandelcoaching wordt. Heb je nog meer vragen over die intervisie? Nou, neem dan contact met ons op. En je krijgt heel snel antwoord.